Ik was pakjes aan het bezorgen toen ik een rood-groen stout kindalarm kreeg. Het kerstplezier in Vreugdveld zou worden afgepakt door Peter van Bakkers. Ik ben hier om het plezier terug te halen. Wat denkt u dat hij met al dat plezier gaat doen, Kerstman? Nou ja, ik weet het niet. Kerstplezier wordt normaal gesproken gebruikt voor goede dingen. Anderen helpen, vreugde verspreiden, geven. Maar de ruwe kracht van kerstplezier kan ook voor slechte dingen gebruikt worden. Het kan kracht geven aan allerlei schurkenmachines. Ik moet Kerstman zien te redden. Sorry meneer, super Kerstman meneer. Ik bedoel, meneer Kerstman. Uw missie is dezelfde als die van ons. En we willen u heel graag helpen. Nou, de Kerstman kan altijd wel wat hulpjes gebruiken, dat is zeker zo.